heb jij er soms ook zo genoeg van in besluitvorming dat er eindeloos gediscussieerd wordt, dat er gecirkeld wordt rond een bepaald onderwerp, of meer nog dat een bepaald onderwerp altijd maar opnieuw op de agenda staat, omdat we eigenlijk besluiteloos zijn? In die democratie willen we mensen beslissingsbekwaamheid leren. En die beslissingsbekwaamheid zit er niet per se in dat we snel besluiten kunnen nemen, het adagio vooruit met de geit en we hakken de knoop door. Bij ons zit beslissingsbekwaamheid in hoe hou je iedereen aan boord terwijl je een wijs en gedragen besluit neemt. En dat is een heel andere beweging die we daar doen. Soms noemen we die ook wel eens vertragen in de besluitvorming om te kunnen versnellen in de implementatie. En er is een heel specifieke tool daarbij die soms heel handig kan zijn om in te zetten. En daar wil ik eventjes op ingaan. Wij noemen die tool het weerbericht. Het is een beetje zoals de weerman of weervrouw het weerbericht leest. Als leidinggevende of als facilitator van een proces rond besluitvorming word je gewaar dat er gecirkeld wordt rond een bepaald onderwerp. Je ziet ook dat mensen afhaken, dat er gegeven wordt, mensen naar hun gsm grijpen, mensen heel andere dingen gaan zitten doen, terwijl de discussie gaande is. Wel, dat is een goed moment om een weerbericht te geven. En wat doet een weerman of een weervrouw? Die geeft een weerbericht zonder oordeel. Die zegt, zo zal de windsterkte zijn, er zal regen zijn en er zal misschien op dat moment ook zon zijn. Maar een weerman of weervrouw gaat vrijwel nooit zeggen, we raden iedereen aan om een jas aan te doen en dit of dat voor advies of oordeel te hebben over dat weer. Het is slecht weer, het is goed weer. Nee, er is gewoon weer. Wel, in een weerbericht doen we eigenlijk hetzelfde. Zonder oordeel merken we op wat er aan de hand is. We zeggen bijvoorbeeld, goh, ik merk dat onderwerp A of B, dat we dat eigenlijk al 3 keer hier opnieuw besproken hebben. Het lijkt of we er niet uit geraken. Ik zie ook dat mensen aan het afhaken zijn, andere dingen aan het doen zijn. Ik stel voor dat we iets heel anders gaan doen. Dit weerbericht en het opmerken van, wat wij noemen in diep democratie, kantelen en cirkelen, namelijk een groep cirkelt rond een bepaald onderwerp en staat eigenlijk op een soort kantelpunt om iets anders te gaan ontdekken. Wel, dat kantelen en cirkelen brengen we in beeld met een weerbericht en het weerbericht helpt ons om te navigeren naar een tool die misschien op dat moment veel meer aangewezen is. Want als mensen aan het cirkelen zijn rond iets en er is ook kantelgedrag bij, dus als we ons eigenlijk niet meer zo betrokken voelen of we moeten allemaal ineens naar de wc, of we hebben behoefte aan pauze, of er is ineens heel veel hoofdpijn in de ruimte. Wel, dan kan het ook wel zijn dat er een visje onder de waterlijn zich roert, zeggen we wel. Dat een oude spanning bijvoorbeeld geadresseerd dreigt te worden. Of dat iets waar we ons nog niet zo bewust van zijn, maar wat mogelijk spanning oproept, tevoorschijn wil komen onder de waterlijn. Of zelfs dat oude vetes eigenlijk terug dreigen boven tafel te komen. Wel, al die zaken meer die daar zitten te duwen onder de waterlijn, maken eigenlijk dat we boven de waterlijn blijven rotzooien. En het gaat niet vooruit. Dus vooruit met de geit en soms hele snelle beslissingen nemen, kan lijken alsof we vooruit gaan, maar de onderliggende spanningen onder de waterlijn blijven bestaan. Vandaar dat wij in Deep Democracy op dat moment een soort pas op de plaats maken, een weerberichtje geven en van daaruit bijvoorbeeld schakelen naar een tool als het debat, waar het verschil, waar dat we het eigenlijk echt over moeten hebben, waar dat verschil echt kan besproken worden. En waar we een discussie met elkaar kunnen hebben op een georganiseerde en stapsgewijze manier, waarbij we dat verschil onderzoeken en van daaruit meer wijsheid naar boven laten komen. En zo ook misschien een heel ander besluit of een heel andere reeks van besluiten zullen nemen dan waar de besluitvorming oorspronkelijk gestart was. Het weerbericht is dus een geweldige tool om in te zetten, om te kunnen schakelen tussen wat er bezig is in groepen en niet te negeren wat er aan de hand is, maar je licht op te laten schijnen. En dat is exact de manier waarop je iedereen aan boord kan houden bij een complex en misschien delicaat besluitvormingsproces.